Oh, dat was spannend. Ik heb het dus net gekocht. Kijk hier maar zo aan. Volgens mij was het deze van de kruidvat. Oh ja! Wie is er van school? Vallen, kitte, 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 leeuw vallen. Een hele goede, super goede morgen. Ik ben een beetje schor vandaag, ik weet niet wat het is. Oh my god, Mer, ik heb nog niet eens uitgelegd wat ik nu met mijn kanaal van plan ben en wat ik wil. Ik heb natuurlijk eerst op het begin best wel veel DIY filmpjes gemaakt. En dat vind ik ook echt heel erg leuk om te doen, creatief zijn. En toen dacht ik eigenlijk, oh, dit vind ik nog leuker. En toen daarna had ik een video online gegooid dat we 10 jaar samen zijn, was volgens mij. En ik vind het ook fijn dat ik dat voor later terug kan zien, weet je, als mijn jongens later groot zijn, dat al ja, die video's altijd zullen zijn. Want dan kan je ook echt emoties zien en de... Ja, het lachen met elkaar, de dingen die gebeurd zijn met elkaar. Ja, gewoon dat je echt van elkaar geniet als gezin zijn. Een chaotische moederleven. Krijg ik ook heel vaak te horen dat ik echt heel erg chaotisch ben. En ik dacht, ja, ik ben helemaal niet zo gestructureerd, georganiseerd. Nee, echt niet. Het lijkt net echt een kip, maar dat is hij niet. Hoe vind je hem? Nou, wel lekker. Maar het is wel lekker, hè? Ja. Ik heb alleen het pakje weggegooid, dan kan ik het niet echt... Laten zien wat ik nou gemaakt heb eigenlijk. Wat stom. Doe dan. Stomme camera. Dit erin gedaan, maar die is nu leeg. Met uienpoeder, knoflook en paprika poeder. Dat gaan we op een wrapje doen. Ik vind hem wel lekker hoor. Dat is goed toch? Ja. En dan met een eitje en een komkommertje erdoor. Yummy. Wat ben je doen? Kitte, leeuw vallen. Oh, leeuw vallen. Kitte, 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 leeuw vallen. Daar gaan de stoelen. Oh, ik ga ze wel missen hoor. Kijk. Ze gaan weg. Doei stoelen. Maar we hebben nu veel, veel betere stoelen daarvoor in de plaats gekregen. Dus het is echt super chill. Ik had niks beloofd dat ik de boodschap zou. Oepsie. Ik had niet beloofd dat ik de boodschap zou uitpakken, maar ik ben echt een beetje luiig vandaag. Ik moet me even nog zo ophalen. En ik heb het koud, serieus. Het is echt niet normaal koud vandaag. Ik had echt koude tengels en alles koud. Alles koud. We moesten echt de tuin gaan opruimen. Dat was echt op ons to-do-list. Mijn lieftallige zoon, die is zo neurotisch. Kijk wat hij heeft gedaan. Altijd als hij aan het spelen is, doet hij echt van die rare dingen. Daar staat zijn poppetje. Ik vind het zo super cute. Ik heb wel best wel veel to-do-lijstjes. Maar het is ook wel leuk voor ze. Kunnen ze lekker spelen en lekker doen. Hebben ze hun eigen plekje. Nu ligt het allemaal overal een beetje. Ik denk als ze hun eigen plekje hebben waar ze ook lekker kunnen zitten in de woonkamer. Is het toch gezelliger ook voor ze. Manneke, poetje, poetje. Zeno, wat doe je dan? Zeno wil naar buiten, maar ik heb niet zo'n zin. Want het is koud. Het is echt heel erg koud. Tja. Wat doe je? Wat doe jij? Niks. Ik ga nu dan, ja. Maar is het echt charming. Super geweldig. Doei. Ciao. Wil jij met Zeno naar buiten? Nee, ik ga nu eens gewoon naar buiten. Oh, maar die moet ook naar buiten. Ik moet ook alles doen. Het is koud. Het is echt freaking koud. Ik vind het helemaal niet lekker dit weer. Maar het is wel opgeruimd. Dat scheelt. Oké, ik ga nu even denk ik Memphis ophalen. Ja, ik moet nu eerst Memphis ophalen. Het is 34. 10 voor moet ik daar zijn. Ik denk dat ik dan met hem even naar de etels rijd.
om zo'n test te halen. Waar is mijn sleutel? Hier is mijn sleutel. Ik ben nu dus bij Memphis school. En ik ben te vroeg omdat ik eigenlijk eerst de test wilde kopen. En daarna pas Memphis wilde ophalen. En ik dacht, het wordt krap en ik wil niet gaan haasten. Dus ik dacht, nou, ik ga hem eerst ophalen en gaan we samen wel de test kopen. Ik denk dat het ook gezelliger is. Koud buiten, echt. Zo'n verschil met een paar weken geleden. And it's gonna be a party. And now we're rocking the dance floor. Getting naughty. Dit doet echt nog zeer, hè? Hij is nog steeds los. Ik kan op donderdag komen. Oh, dat is echt. Ik wilde net wat met een dingetje eruit halen. Hé, hey, zomaar gaat hij ineens hard. Ik wilde er net wat uithalen. En toen deed het echt heel erg pijn. Wie is er van school? Hallo, man. Hallo. Witte stippen. Zat kabouter spillebeen. Volgens mij was het deze van de kruidvat. Ja. Nee, niet aankomen. Oh, dat was spannend. Ik heb het dus net gekocht. Wat is er? Ik heb niks, schatie. We gaan nu naar huis. Ik ga nu snel naar huis rijden. Wat is dat film? Je hebt echt nasty. Wacht even. Ik moet hem gewoon erin doen hoor. Je moet hem 20 seconden erin halen. En dan eruit. Moet dan het klepje weer erop? Ja. Oké, tel jij? Ja. Helemaal erin? Ik denk alleen dat het staafje doet. Ja. Ja. Wat moet je zien dan? Een kruisje toch? Mm-hmm. Het is echt duidelijk één streep. Hoe lang zitten we nu? Je moet 2 minuten wachten. Ik zie zo wat niks. Ja, je moet ook wachten. Hij is echt niet gewoon duidelijker dan dit kan haast niet. Zie ik ook niet ergens? Nee. Ik zie echt nergens. Zet de prullenbak in. Zullen die maken hem op, hoor toch? Nu? Ik heb nu net een broodje bepaald. Heb ik hem net genoeg gehad? Van de vegetarische slagen. Heb ik genoeg met 1 broodje bepaald? Ja. Nee. Echt wel? Dat geloof ik niet, waar. Wel, echt. Deze is wel echt lekker, hè? Ja. Mijn Vito, mijn Vito. Ik wil even een glas doen. Wat? Maar dan met die citroen ding. Wat? Ja, doe nou maar, want ik ben nu hartstikke verdrietig. Niet zo piepen. Wat kijk je me zo aan? Dat denk ik ervan. Oh, kom maar. Oh. Goed zie. Ja, maar jij er wel. Nee. Oh. Zo'n drukke dag vandaag, hè? Ja, die test was zo emotioneel zo zwaar voor mij. Dat ik gewoon helemaal kapot ben nu. Maar dit is raar. Ik lijk nu net die ouders van Cow and Chicken. Van die tekenfilm van vroeger. Hoezo? Je ziet alleen mijn lichaam. Mijn hoofd niet. Ja, maar omdat jij... Ik zeg al, ga naast me zitten. Maar jij zit niet goed naast dat me. Dat nog zie je me niet. Zo goed? En nu ben ik heel klein weer. Ik zou beter dan. Ik heb nieuws voor je. Nou. Dat ben je ook. Ik ben klein. I know. Nog wat? Hm?
snap je? Wat? Net leek ik langer dan jij. Nee, want je zag mijn hoofd niet eens. Staat hij op de uitkijk? Of gaat die bungee jumpen? Tot hierop, dat is mooi. Maar dan cow and chicken. Ken die tekens nog niet meer. Die cow and chicken. Ja, maar... Die koe en die kip en die ouders die zag je alleen die benen. Oh, weer... oh ja. Oh no. Hij mag niet vallen, hè? Als hij valt, dan is hij helemaal kapot. Vallen. Memphis. Doe maar de deur open voor Zeno. En weer dicht. Hij is wel slim, hè? Vinger. Nou, bij hem gaat het op de een of andere manier altijd net goed. Ja. Goed zo, maat. Maar hij doet niks. Oeh, daar heb ik ook wel zin in, hè? Maar je wordt al dik. Je bent al een dikzak. Ik zeg altijd slaapjes doen. Ik moet het eigenlijk niet meer zeggen. Ook niet tegen die jongens. Ik zeg altijd lekker slaapjes doen. Ik vind het gewoon lekker heerlijk woord, slaapjes doen. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpje omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hier te klikken of hier. Nu weet ik weer niet waar ik moet wijzen. Maar een van de kanten. Mijn grootste moederleven. Dus vind je dat leuk en pas je... Vergeet dan niet te abonneren.